De titel van mijn column is Boef. Bouw Veurland niet vol. Een petitie met deze strekking is al door duizenden Nijmegenaren ondertekend. Ook een poll van de Gelderlander ging over dit onderwerp. Petitieondertekenaars en polstemmers zijn het roerend met elkaar eens. Grootschalige bouw van appartementen moet vermeden worden. Op Veurland moet vooral gelegen, gewandeld, gefietst en gefestivald worden. Ik ga ervan uit dat de petitie aan college en raad wordt overhandigd. Ik ga er ook van uit dat wethouders en raadsleden de Gelderlander lezen. De noodkreet zal hen dus wel bereiken. Maar ik ga er ook van uit dat college en raad weten hoe het precies zit en vooral hoe het niet zit. Want ja, er is in het verleden door college en raad besloten om op Veurland woningbouw te realiseren. Maar nee, het hele eiland is in die plannen niet volgepland met appartementen. In februari 2014 mocht ik debatleider zijn van interactieve discussieavonden die de gemeente en Lux organiseerden over de toekomstige invulling van het stadseiland. De naam Veurland bestond toen nog niet. Honderden betrokken Nijmegenaren bogen zich over de toekomst van deze nieuwe plek. De uitkomst was dat woningbouw op een paar plekken zeer welkom was. De rest van het stadseiland zou vooral gebruikt moeten gaan worden voor recreatie. De politieke besluitvormers waren het hier roerend mee eens. Een deel van Veurland is dan ook al jaren geleden opgehoogd om woningbouw mogelijk te maken. Andere woningbouwplannen in de Waalsprong hadden voorrang. Veurland moet nog even wachten. Dat digitale roeptoeters voor de zoveelste keer projectontwikkelaars als de grote boeven zien die woningbouw doordrukken, neem ik ze niet eens meer kwalijk. Die fabel blijft hardnekkig. Ik zeg het nog maar een keer, dat alleen de raad bepaalt waar gebouwd mag worden en niemand anders. Strikt juridisch gezien zitten daar dus de boeven. Diezelfde raad zorgt er wel voor dat nieuwe parkeervergunningen voortaan 1 euro per maand gaan kosten. Dat is 1,03 cent per dag om je auto te parkeren op een door de gemeente aangelegde en betaalde parkeerplaats. Dat kan ik met de beste wil van de wereld geen boevenstreek noemen. Dat moet wel ergens van betaald worden. Sinterklaas bestaat niet. De verkoopopbrengsten van de al jaren geleden opgehoogde grond op Veurland om te voldoen aan de grote bouwopgave in de stad kunnen daarbij wel een handje helpen. Ik vind het daarentegen veel en veel kwalijker dat in de digitale reacties op de poll in de Gelderlander de bouw van appartementen niet nodig wordt geacht, omdat die vooral bedoeld zijn voor asielzoekers en voor gezinshereniging. Dus een oproep voor sluiting van de grenzen en opvang in de regio. Daar kan ik echt kwaad om worden. Het zou de Gelderlander sieren om dit soort reacties nooit meer te plaatsen. Daar is geen stijl voor. Nijmegenaar van het jaar 2019 was Kader Shafiq, vluchteling uit Afghanistan. Inmiddels geruime tijd wonend in en zich met volle kracht inzettend voor Nijmegen. Om Nijmegenaar van het jaar te worden, ben je alles behalve een boef.